Ik heb de komende week 3 toetsen staan. Mijn docent zei ook dat ik niet bang hoef te zijn van onvoldoende. De vraag is, ga ik naar school na 1 juni? Dus er zal gewoon elke week een vlog zijn. En is er niet, dan zal ik dat aankondigen op mijn Facebook en mijn Instagram account. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag zondag 24 mei en dit is weer een vlog die bestaat uit meerdere dagen. Ik heb de komende week 3 toetsen staan op maandag, dinsdag en donderdag en verder is school online. Wat mij trouwens wel leuk lijkt om een Q&A te gaan doen. Dus als je vragen hebt, laat ze dan achter. Want dan kan ik misschien dat volgende week doen in de vlog. Of misschien als het heel veel vragen zijn, dan kan ik het wel in een aparte video doen. En ik kan natuurlijk ook over iets advies geven of vertellen hoe ik dingen doe. Dus als je dat wil weten, laat dan ook even een onderwerp achter of een vraag ze van... Hoe doe je dit? Leren of zo? Dan kan ik dat uitleggen. En misschien heb je dat wat aan. Nou goed, ik zit dus nu even te leren voor EHBO. Ik heb net even hoofdstuk 4 geleerd. Ik ga nu denk ik eventjes wiskunde leren. Dan ga ik nog een kort verslagje maken van 100 woorden. Die moest ik doen. Dat moet ik schaamhaar doen. Voor economie. Economie en ondernemen. Dus dat ga ik dan zo meteen even doen. Even kort, even snel, hopelijk. Niet te lang bezig zijn. Maar vooral ook wel goed. Het moet er mooi uitzien. Dus we gaan typesteden aan het uiterlijk en lettertypen en dat soort dingen. En daarna ga ik eindelijk Dynasty kijken. Ik ben alweer bij seizoen 3. Ik heb al 10 afleveringen gekeken, dus ik moet er nog 10. Dus ik ben nu op de helft van het seizoen. Dus dat is wel eventjes een tipje trouwens, het staat op Netflix. Dan gaan we nu even hoofdstuk 7 leren van wiskunde, want daar heb ik dus donderdag een toets over. Oh, dat is zo ingewikkeld, wiskunde via de webcam en zo. Want dan moet je ook allemaal dingen tekenen en ik heb wel een printer. Maar die doet het 9 van de 10 keer niet. Dus dan kunnen we niet echt dingen uitprinten. En als je dingen moet tekenen en berekenen, dan is dat gewoon wel lastig. Oké, het is dus inmiddels over 2:15. En ik heb even een aflevering van Dynasty op de achtergrond gezet. Ik ben dus inmiddels al bezig. En ik heb nu 110 woorden. En ik ga het denk ik nu delen. Het is weekend, ik weet het. Maar dan denk ik, ja, dan zit het maandag in de inbox. En dan heb ik het maar alvast verstuurd. En nu ik sowieso thuis aan mijn schoolwerk werk, verdeel ik gewoon een beetje de uren en de tijd en zo. En werk ik eigenlijk aan wanneer ik dat wil. Kijk, nu wou ik er dus even aan werken, dus dan werk ik er even aan. Bijvoorbeeld woensdag ben ik van plan om alleen maar voor een toets te leren en verder is niet aan mijn weekplanning te werken voor de dingen die ik die week af moet hebben. Verder heb ik woensdag ook geen online lessen, dus dan kies ik er bijvoorbeeld woensdag voor om mijn rust te pakken en dan even niks aan school te doen. Thank you.
ik heb mijn, mijn mondeling van EHBO gehad. Dat ging eigenlijk best wel goed. Mijn docent zei ook dat ik niet bang hoef te zijn van onvoldoende. Dus dat cijfer heb ik dus deze week, of ergens deze week of zo. Dus dat zal ik jullie denk ik tegen die tijd wel weer laten horen. Dus ik heb nu al 2 vakken dit jaar afgerond. Mode en design. Dat was een paar weken geleden. En nu dus ook EHBO. Dus dat is eigenlijk wel lekker. En wel fijn. Ze zei ook dat we, als we weer naar school zouden gaan, dat we dan natuurlijk ook geen EHBO hebben. Want nou, dit is nu voorbij. Dus ja, fijn. Het is nu dus... Het is echt heel snel gegaan. Ik had er 3 kwartier voor gerekend. Maar het is gewoon 10:30. En ik ben nu al klaar. Dus ik denk dat ik nu nog eventjes andere dingen ga doen. Ik heb een cijfer voor EHBO. Voor mijn mondeling had ik dus een 7. En er kwam er nog een cijfer bij van hoofdstuk 4. Dus dan komt het uiteindelijk op een 7.4. Is, ga ik naar school na 1 juni? Het antwoord is nee. Ik ga niet naar school na 1 juni. Ik blijf thuis online lessen volgen vanwege privéredenen. En dat ga je dus de komende weekvlogs ook zien. Daarom zeg ik het nu alvast even. Er komen natuurlijk elke week vlogs op zondag. Als ik dus een week geen zin heb of geen tijd heb gehad om te vloggen, dan loop ik sowieso nog iets van 2 weken achter. Dus dan heb ik nog 2 weken de tijd om wat te verzinnen. En dan komen er gewoon oude vlogs. Dat zijn een paar vlogs van 2019 zelfs, van augustus. En een paar van 2020, toen dus de thuis... schoolsituatie net begonnen was. Dus er zal gewoon elke week een vlog zijn. En is er niet, dan zal ik dat aankondigen op mijn Facebook en mijn Instagram account. Ik heb dus net de documentaire op Videoland gezien over influencers en met name dus kinderen. En ja, ik vond hem eigenlijk wel heel duidelijk en heel mooi of zo. Oh ja, en deze foto die komt uit 2012. Toen had ik dus een kinderfeestje en toen had ik dus een fotoshoot. En nou ja, dat is dus deze foto geworden. Ik heb er vorig jaar in november heb ik daar ook een dagje stage gelopen. Vond ik ook heel leuk. Ben ik daar weer geweest. Na 8 jaar of zo, hele lieve mensen. En dus een hele mooie foto. Het is vandaag dus dinsdag en Mila ligt zo lief op mijn stoel te slapen. Het is echt zo lief, maar ik heb dus over 20 minuten een toets, dus ja, dan moet ze uit mijn stoel zijn. Ik zit klaar voor de toets. Het is trouwens een toets van Nederland.
Maar er komt nog een toets van maatschappij aan. Want in de vorige vlog, die vlog daarvoor of zo, had ik dat verteld. Maar die ging uiteindelijk niet door. Het is vandaag woensdag en ik ga deze vlog hier afsluiten. Omdat ik volgens mij al best wel veel beelden heb. En omdat er deze week toch niet echt dingen op de planning staan. Ik ben dus vandaag vrij. Ik ben ook de komende tijd op woensdag vrij. Ik heb net mijn rooster gekregen. Die is nieuw. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet mij niet te volgen op Instagram en op Facebook. Het staat allemaal in de beschrijving. Zodat je niks mist van eventuele aankondigingen en vragen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Oh ja, en wel abonneren, het belletje aanzetten. Deze video liken als je hem leuk vond. En delen met je vrienden. Van mezelf bij de keukentafel. Nou, superleuk. Het is...